Het was precies 85 jaar geleden. Afgelopen nacht, de Kristallnacht. In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden er 1400 synagoges verwoest, duizenden Joodse woningen en winkels geplunderd en vernield, honderden Joden vermoord en 30.000 Joden door de SS afgevoerd naar concentratiekampen. Sommige historici zien de Kristallnacht als het startpunt van de Holocaust. In het Groesbeekse Vrijheidsmuseum werd hier donderdagavond bij stilgestaan. Journalist Frits Barend, die zelf Joods is, mocht spreken bij deze herdenking. Ik ben niet meer die leuke, vrolijke man die ik was. Vanavond wordt de Kristallnacht herdacht. Joodse winkels werden in elkaar kapotgeslagen, ruiten werden kapotgeslagen, daarom de naam Kristallnacht. Joden werden vervolgd. En dat is het begin. En toen wisten we nog niet, hadden we niet het gevoel hoe erg het zou worden. Maar we zijn wezen het begin van de Tweede Wereldoorlog. Dat was de aankondiging van de Tweede Wereldoorlog. Ik ben uitgenodigd om het verhaal te vertellen waarom ik er ben. Want ik had er niet mogen zijn. En we proberen om het los te zien van wat er nu in Israël en Gaza gebeurt. Maar er zijn na de pauze vragen, mogen mensen vragen stellen. Ja, en ik ga het ook niet uit de weg. Als mensen daar vragen over stellen, zal ik ze eerlijk antwoorden wat mijn gevoelens zijn en hoe ik daarin sta.